DVS TV wordt mede mogelijk gemaakt door AGO Financieel Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooter speciaalzaak van Nederland, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Vanmiddag weer een thuiswedstrijd tegen Capelle. En Bert, wat moet je toch vrolijk verrast zijn door zo'n spandoek? Hè? Ja, dat is van mijn generatie, om het zo mooi te zeggen. De gouden generatie A1, ongeslagen kampioen. En die jongens laten op deze manier, fantastische manier zien dat ze achter het elftal en dus indirect ook achter mij staan. Ja. En noem eens een paar namen daarvan. Jeetje, dan ga ik ruzie krijgen natuurlijk. Nou, natuurlijk Ander van Duinen, die nu in Zweden mee zit te kijken. Michel Dorst, René Wissink, Udo Sigerink, Robert Woutersen. Ja, noem maar op, te veel namen. Geweldig, geweldige tijd geweest. Een heel goed A1, hè? Ja, absoluut. Er zijn veel jongens nog hebben goed meegedaan in de senioren wat dat betreft. En ik had graag gezien dat van die generatie nog meer jongens wat bij de club zouden doen op technisch vlak. Maar misschien komt dat nog. Neem dit spandoek maar mee naar deze wedstrijd, Capelle. Een tegenstander, je hebt een van de voorbeschouwingen gezegd, een beetje vergelijkbaar met ASWH. En nog een club, zei je, maar dat zijn wedstrijden geweest die niet zo heel, Scheveningen geloof ik, ja. Die niet zo heel lekker waren voor het publiek, zeg maar. Een beetje een tactisch steekspel. Zou dat vanmiddag weer het geval zijn, Bert? Ben er bang voor. Nou, ik hoop het niet, want dat zou niet binnen ons plan passen wat dat betreft. We hebben heel veel respect voor de ploeg Capelle, alleen we zijn op dit moment gewoon hartstikke lekker bezig. En je ziet het vertrouwen in de groep toenemen wat dat betreft. Dus dan kun je ook weer vaak weer wat meer gaan doen in wedstrijden. We willen wat meer hogerop gaan spelen, om het zo maar te zeggen. Meer druk op de bal willen geven. En dus dat betekent dat wij willen er in deze thuiswedstrijd een duel van maken. Ik verwacht eerlijk gezegd dat Capelle wel wat terug zal zakken in die zin. Nou, dan is het aan ons om die oplossingen te verzinnen. Je hebt langzaam maar zeker weer de beschikking over het voltallige personeel, hè? Ja, absoluut. We staan er weer goed op wat dat betreft. En dat zie je ook op het niveau op de trainingen neemt weer toe. En ook bij tweede zie je die winnen vandaag met 5-0. En dan zie je toch weer dat de groep completer wordt. En hopelijk kunnen we het goede voorbeeld volgen. Enkeltje Ishikawa, hoe is het daarmee? Ja, dat is helaas slecht nieuws voor Kenji. Kenji gaat terug naar Japan. En zal daar een operatie moeten ondergaan. En dat was een beste tik die de groep en hij natuurlijk ook te verwerken kreeg. De medische staf heeft erg hard gewerkt samen met Kengo om stappen te maken. En dat is helaas niet gelukt. En daar zijn we allemaal wel een beetje verdrietig over geweest natuurlijk. We schrokken ook van de week dat het gebeurde. Aan de andere kant, hij gaat nu terug naar Japan om het goed te laten herstellen. En we hopen hem hier weer in Ermelo te kunnen begroeten. Namens DVS TV en alle supporters wensen we Kengo in ieder geval heel veel sterkte. Ja, wat dan altijd helpt is winnen met het eerste elftal. Hè. Dan kan zo'n jongen daar ook nog ergens vreugde uit halen. En dat is ook ons voornemen voor vanmiddag. Precies. Er is een verandering in de opstelling ten opzichte van 2 weken geleden. Een paar veranderingen. Noem eens op. Nou, in feite alleen eentje. Volgens mij. Dus ja, we spelen met Joran van Zandt, Paul Epping, Dennis Hollaert, Basiel en Rood de Vries achterop. We hebben Koen Vloedgraven, Niels Buitenhuis, Kai Velda. En voorin hebben we Benjamin Roemion, Daniel Verwarf en Maurice Ruiter. Oké, okay, en daar gaan we het mee doen vanmiddag. En hopelijk genieten, Bert. In ieder geval heel veel succes namens DVS TV. Dankjewel. En scheidsrechter Dreugen heeft het uiteindelijk toch niet Dreugen gehouden. Het is uiteindelijk toch nat geworden. Een lekkere pittige bui hier. En aanvallende intenties in eerste instantie van Capelle. DVS 33 neemt het over Benjamin Roemion, maar die kopbal komt bij de nummer 10, Rotman. Een vrij bekende naam van Capelle. En DVS inmiddels balbezit. Paas net iets te strak, net iets te hard van Maurice. Maar toch nog balbezit. Benjamin Roemion vanwege zijn snelheid. Tikt hem terug, Roald de Vries. Zet hem voor. En ja, dat is niet zo heel erg prettig. Balletje ertussendoor. Daar had meer in gezeten. Hadden ze van moeten profiteren. DVS snel ingegooid. Maurice de Ruiter gaat schieten. Dat is een tweede instantie kan de keeper die bal pakken. Goed schot van Maurice de Ruiter. Van Lunteren. Verplaatst het spel naar de andere kant. Komt daar een voorzet. Ja. Dat was toch wel weer een kans hoor voor Van der Steen. Dave van der Steen. En die zullen ze goed in de gaten moeten houden. En dan komt de diepe bal op. Maurice de Ruiter was de bedoeling. Maar nu toch mooi opgepikt door Buitenhuis. Combinatie daar. Joran van Zanten met Maurice. Prima voorzet. Goede aanvalsopzet. DVS 33. Het leidt tot de zoveelste hoekschop. Wel bij Capelle.
En die kan daar proberen snel tussenuit te gaan. En dan moet Dennis Hollard een van zijn specialiteiten aantonen. Dat is de sprint. Prima beweging daar. Prachtig werk, Paul Epping. Wat is die daar toch waardevol voor DVSW erom. Robert de Vries, Benjamin Roemion. Hoge bal op Daniel van Warven, kan die niks mee. Buitenhuis, heel goed, heel goed. Wat een actie. Jammer, maar het levert wel een corner op voor DVS 33. Benjamin Roemion. Prima paas, goed gezien. No look paas, prachtig voorgegeven. En wat een prachtige aanval van DVS 33. Wat begon met die schitterende paas van Benjamin Roemion op Joran van Zanten. En die paast die bal direct voor. Die zet de bal direct voor. En je zou het ook gewoon een prachtige assist kunnen noemen op Kai Velda. En die bekroont zijn goede vorm van de laatste tijd met de 1-0 voorsprong voor DVS 33. Joran van Zanten. Roemion die daar zijn verdediging komt assisteren. En wederom Roemion. Oh, 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 wat fantastisch. Wat is het toch een heerlijke voetballer. En het levert uiteindelijk wel een gele kaart op. Voor de verdediger van Capelle. En nog een gele kaart. Prachtige actie weer van Benjamin Roemion. Oh, heel gevaarlijk moment daar voor de goal van Paul Epping. Rotman achter de bal voor de vrije trap van Capelle. Richting Jalins. Aanname is goed van Jalins. Komt die voorzet. Gevaarlijk weer hoor, die Van der Meer. Opnieuw kans voor Capelle. Terwijl Hol een rode kaart krijgt van VVOG. Maar ze wel met 2-0 voorstaan. Krijgen we hier misschien een kans. Daniel van Warven. Daniel, zou die het doen? Hensbal. Een penalty voor DVS 33. Ja, de keeper is het er niet mee eens. En een rode kaart. Dat kan er ook nog wel bij. Ja, het is waarschijnlijk geïnterpreteerd als tegenhouden van de bal. Opzettelijk. Scheidsrechter interpreteert het zo. Scheidsrechter Dreugen. En alles en iedereen van Capelle keert zich nu tegen hem. En Kai Velda die maakt zich alvast klaar. Keeper en een paar verdedigers van Capelle gaan ook nog een keer naar de assistent. Om daarmee te overleggen. Hij is ook nog kwaad op zijn eigen speler. De verdediger. Penalty. Knap raak geschoten. Kai Velda. Ik denk dat de trainer nu ook een gele kaart mag gaan krijgen. En de volgende gele kaart komt eraan voor Capelle. Trainer Wienand van Loon solliciteert ook naar een gele. Doe dan, scheids. Geef me dan geel. Hij vraagt erom. Als de stilte hier is aangebroken, dan zal het vanzelf wel blijken. Krijgt hij vanzelf de gele kaart. Kijk. Dit is een echte sollicitatie. Scheidsrechter Dreugen blijft heel rustig onder deze situatie. Van Loon moet weg. Trainer van Capelle. Aanmerkingen op de leiding. Nu, we kunnen nu verder. Het is 2-0 voor DVS en veldverhouding 10 tegen 11. Camara, mooi paasje ertussendoor. En ook die weer prachtig ertussendoor. Benjamin Roemion. En ja! Oh nee, dit is niet te geloven. Ja, dan toch een doelpunt. Voor DVS 33. Mike Arends. Hoe krijg je het voor elkaar? Latje tik.
En uiteindelijk Daniël van Warven die hem erin tikt. Heel goed, zeer alert gereageerd door Daniël van Warven. Maar wat Mike daar deed, dat is toch ongelooflijk. Van die afstand, keihard tegen de lat. De keeper Bradley van der Meer. Doorkop is daar, Vient. Gevaarlijk moment hier. Gaat Paul Epping voorbij. Zo scoort Vient hier de 3-1 voor Capelle. Dat is toch niet nodig, maar hij valt wel. Zulke aanvallen moeten afgemaakt worden, natuurlijk. Ja, en wat gaat daar dan weer gebeuren? Niks aan de hand. Hij laat zichzelf gewoon vallen. Helemaal niks aan de hand. En wederom wordt de scheidsrechter daar belaagd. Capelle, Capelle, wat doe je jezelf aan? En weer een rode kaart. Natuurlijk, Dave van der Steen. Die solliciteert daar gewoon naar. Wat is dit dom? Zo dom. Als je jezelf in zo'n situatie brengt. Ja, dan verdien je alleen maar gele kaarten en rode kaarten. DVS daar balbezit. Roland de Vries, prima paas. Scherp. Maar net niet goed onder controle kunnen brengen door... Nu, Joran. Daniël van Warven. En daar, ja natuurlijk. Gökhan Yasar. Dat kan niet. Het hart op de goede plaats. Prima bediend door Daniël van Warven. Die ook zelf had kunnen schieten. Maar totaal niet egoïstisch is. En dacht, het is voor Gökhan Yasar ook goed dat hij scoort. En Gökhan Yasar op die positie in stelling brengen betekent heel vaak een doelpunt. Fantomenaal Gökhan Yasar. Mike Arends. Van Warven vastgehouden door Gomez Shea, de nummer 16, invaller. Eerste keer geel. Rood, nee. De derde rode kaart hier vanmiddag valt. Derde rode kaart hier voor Capelle. Joran van Zanten, Koen Vloedgraven. Goeie paas. Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Dat is hij weer. Fantomenaal. Als hij zo gebruikt wordt. Ja, dan is hij levensgevaarlijk. Dan is de oude Gökhan van de Meren weer opgestaan. Maar ja, je krijgt niet zo vaak zoveel ruimte. En Gökhan in het strafschopgebied ruimte geven. Dan vraag je om problemen. Maar Koen Vloedgraven een hele mooie strakke paas. Op Yasar. En die is daar heel dankbaar voor. En die maakt hier zijn tweede doelpunt. Van Eyck. Hey, balbezet voor Daniël van Warven. Balletje tussendoor bij Benjamin Roemion. En niet de 6-1. Via keeper Van der Meer wordt het een hoekschop voor DVS. Kon Vloedgraven. Roald de Vries. Mooie bal, Benjamin Roemion. Mike Arends mag de 6-1 maken vanmiddag. Op aangeven van Benjamin Roemion. Helemaal uitgespeeld, kon hem zo in het lege doel tikken. En daar vindt scheidsrechter Dreugen het genoeg.
De beide trainers na deze wedstrijd, DVS 33 Capelle. Toch een wedstrijd ja, redelijk opwindend, mag ik wel zeggen. Trainer Wienand van Loon, jouw gedachten over deze pot? Nou, heel kort. We hebben niet van DVS verloren, vandaag van het Orbital Trio verloren. Klaar. Meer heb ik niet over te zeggen eigenlijk. Oké, maar de eerste helft, toen nog 11 tegen 11 was, toen... ja, wat was het in jou? Ik denk dat we... voetbaltechnisch was DVS beter. Kregen denk ik 1-2 goede kansen, waarvan ze er 1 maken. Ik denk wel dat wij minimaal 2 goals hadden moeten maken de eerste helft. De een van de lijn en de ander net naast. Dus eigenlijk hadden we minimaal met een gelijkspel moeten rusten. Dat zat al tegen. Ja, even de tweede helft komen we zo wel even dan. Ja, dat is goed. Bert, jouw inzicht over deze pot voetbal? Nee, ik sluit me aan bij Wienand ten aanzien van de samenvatting van de eerste helft natuurlijk. Wij probeerden te voetballen, maar we kozen ook nog vrij snel dieptepaas. Vaak onnodig wat dat betreft. Ik moet zeggen, Paul die houdt ons in de wedstrijd met 2 hele goede reddingen. Het zag er inderdaad naar uit dat het met 0-0 de rust zou gaan. Maar gelukkig hadden wij dit keer het voordeel dat we door een vlotte lopende aanval de 1-0 maken. Ja, en dat is natuurlijk prettig rusten, want dan weet je dat Capelle wat moet gaan doen na de rust. Ja, inderdaad. En dan komt de rust. Wat zei je tegen je manschappen? Kom op. Nou ja, ik zeg het enige wat we ontbreekt is de kansen benut op dit moment. Dus we zouden ook zo doorgaan. We hadden het wel omgezet naar 3 spitsen. Dat we wat meer druk aan de zijkanten konden geven op rechtsback en linksback. En dat er meer voorzetten naar onze centrale spits zouden komen. Punten achter op het middenveld. Maar ja, het schijnt zich gedacht er anders over. Jouw lichaamstaal zei, en de speler ook, dat de bal tegen zijn hoofd aankwam en niet tegen zijn hand. Ja, ik moet de beelden nakijken. Maar ik geloof een speler als hij zegt, ik heb hem 100% op mijn gezicht gekregen. Ik liep ook in de kleedkamer, zag hij op een plek ook zitten waar hij hem kreeg. Hij heeft op zijn lip bloed ook. Dus ja, ik begrijp niet als een scheidsrechter dan... als iemand een bal tegen zijn gezicht aan krijgt, dat hij dan... hij hen ziet... En niemand anders. En ook nog een strafschop en een rode kaart geeft. Het zou een combinatie kunnen zijn geweest van hand, gezicht, zoiets. Ja, maar dat weet je niet. Durf ik niet te zeggen. Ik heb het niet gezien. Oké, maar goed. Dan komt dus die 2-0. Heb je dan niet de beheersing om je troepen gewoon toch weer rustig te krijgen? Want zo hou je in de tweede helft van de competitie weinig spelers over, Wienand. Ja, maar ik denk dat dit wel een incident is. Kijk, want anders hadden we elke week wel rood gekregen en andere dingen. Ik denk dat we niet naar onszelf moeten kijken. Ik denk dat we puur naar de scheidsrechter en het Orbital Trio moeten kijken. Die heeft het gedaan. En ik vind gewoon, als je zo'n beslissing neemt, dan moet je het ook aanvaarden als de emotie is op een gegeven moment. En als je dan inderdaad even 1 minuutje emotie los... En hij geeft in die emotie voor die gele, of bij die strafschop, geeft hij ook nog een gele kaart aan iemand anders. En 1 minuut daarna geeft hij ook nog een gele kaart aan iemand anders. Allemaal in de emotie. En daardoor ben ik ook langs de lijn gestaan. Ik zei, heb ik eens wat ik gevraagd heb aan de scheidsrechter, mag niemand meer emotie hebben? Nou, en stuurden jullie mij ook weg. Dus ik, nou ja, als dat communiceren is tegenwoordig bij de KNVB, dan moet ik me daarbij neerleggen. Oké, Bert. In alle rust, jij bleef je spelers toch steeds, ondanks het feit dat Capelle met 10 man, daarna met 9 man, vervolgens met 8 man kwam te staan, toch je spelers op het hart drukken om te blijven voetballen? Ja, natuurlijk. Kijk, Capelle komt in een situatie die ze niet willen. Kan de wedstrijd ook niet te goed doen natuurlijk. En dan moet je zorgen dat je als trainer wakker blijft. Want je spelers gaan nieuwe dingen proberen, om het zo maar te zeggen. Die gaan een zwakke duel in. Ze moeten gefocust blijven. Je moet doorvoetballen. En je moet uitkijken dat je niet in een bepaalde situatie komt. Hè. Zoals met die 3-1. Dat moet je gewoon voorkomen. Dus de concentratie gaat automatisch naar beneden bij je groep. Ja, dan moet je als trainer even aan de bak. Maar ik vond het voor Wienand erg vervelend. Want... ja, dit soort situaties wil je als trainer niet en als ploeg ook niet. En voor het kijkspel was het ook niet gaaf natuurlijk. Ik bedoel, dit wil je niet in het voetbal. Maar uiteindelijk maken wij nog wat doelpunten. Maar ja, het was voor des keizers baard, want dat is gewoon niet leuk om zo'n wedstrijd te spelen. Precies. Ik heb wel genoten van Fiend. Ja. Wat een heerlijke dartele voetballer. Maakte een goede goal, denk ik. En ik moet het op de beelden terugzien, maar volgens mij... in de scrimmage had het ook nog een strafschop kunnen zijn en ook nog een twijfelgeval met een rode kaart. Dus, maar dat durfde hij me ook niet te geven. Dus. Maar ik weet niet of het was. Vanaf de zijkant, in mijn emotie was het wel zo. Maar ik moet de beelden nog even nakijken. Kortom, altijd een beetje emotionele momenten hier bij DVS, ja, hè? Dat was inderdaad, vorig jaar was het een ander moment, ja. Maar ja, het is niet anders. Het is niet anders. Volgende week tegen? Quick Boys. Maar ja, dan moeten we even gaan puzzelen, denk ik. Want 3 rode kaarten. Oh, even aardige opdracht. Komt dan een groep wel goed terug, hoor, is mijn beleving. Ik hoop dat je gelijk krijgt. Heel veel succes ermee. Bedankt voor dit.
Ja, dankjewel. En dan vervolgens de analyse met de jubilaris Roald de Vries en de doelpuntenmaker en de man of the match Kai Velda. Roald, allereerst van harte gefeliciteerd. Ja, je 250ste wedstrijd was tegen Jong Volendam. Ja, klopt. Ja. Toen had je al helemaal op het eind al een hele mooie actie. Dat was naar aanleiding waarschijnlijk van de 250ste, of niet? Publiek al bedanken, maar er zat niet zoveel. Dus. Er zat helemaal niks in. Dat was wel een mooie actie. Ja, leuke actie, ja. Ja, leuke actie. Kai, ik vertelde voor de DVS-TV, maar ook voor de radio, dat je vorm er langzaam maar zeker begon aan te komen, 2 weken geleden. En dat zet je door tegen Sparta Nijkerk. Had je al een paar van die lekkere handelsmerk doelpunten van jou. Maar nu, ja, het gaat de goede kant op. Dat is ook de bedoeling, Piet. Dus dat is ook gewoon lekker, zit er gewoon lekker weer in. En gewoon als team moeten we ook gewoon die lijn doorzetten. En we zijn nu op de goede weg. En we moeten gewoon scherp blijven met z'n allen. En ja, daar gaan we vanavond ook zeker van genieten. Ja, even was er een momentje dat ik dacht, oeh, daar hebben ze weer. Die 3-1. En daarna eventueel ook nog een beetje een twijfelmomentje daar in het strafschopgebied, Robert. Dat was weer even een concentratiegebrekje, hè, in de verdediging. Ja, dat is niet nodig, nee, tegen zo'n ploeg. Je staat met 3 achterop tegen 1 spits, dan mag je nooit een goal in ieder geval weggeven. Of ja, de kans geven dat ze een goal gaan maken, dus dat was niet best. Maar een lekker voetballetje, die Vient. Ja, die kan wel lopen, ja. Ik kan beter op atletiek gaan, denk ik, maar goede speler. Ja, precies. Hey, vertel dat eerste doelpunt. Och, wat een beauty was dat, hè? Ja, het was gewoon een goede aanval. Daar hebben we ook gewoon op getraind. Het was van kantwissel en Joran, onze witte panda, die kwam gewoon goed aan de rechterkant door. Ja, en die gaf gewoon strak voor en ik hoefde alleen maar tegenaan te lopen. Dus ja, en dan kunnen we het gewoon mooi met z'n allen vieren. Dus dat ging goed. Ja, prachtig. Hebben jullie nog meer bijnamen van spelers, Roald? Ja, een aantal maar. Begin je maar niet aan. Nee, dan zijn we wel lang bezig. Laatst had je Basiel al. ODD'tje, hè? Ja, vandaag was hij rustig gelukkig. Het weer is slecht, dan is hij wat rustiger. Dus dat is lekker voor ons. Hey, staat dit nu model voor samen? Dat denk ik wel. Ik denk dat we er samen toch goed op staan. Toch, Piet? Ja. Samen nog heel veel wedstrijdjes winnen, Roald. Ja, dat zou wel lekker zijn. Ja. Tot de winst op. Van harte gefeliciteerd nogmaals met deze pot, Kai. En jij ook, Roald. Yes, dank u wel. Is goed, dank u wel. DVS-TV wordt mede mogelijk gemaakt door AGO, Financieel Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.